Ja, welkom bij weer een nieuwe podcast, hashtag De Stem van de Jeugd. Het is de podcast waar ik in gesprek ga met jongeren over allerlei onderwerpen. En in dit geval heb ik een hele leuke gast, namelijk Karis Bleumink. Ja, hallo. Karis, welkom. Dankjewel. Hey, hartstikke leuk dat je er bent. En ik zat even na te denken, hoe zou ik jou dan moeten aankondigen? Los van je naam natuurlijk. En hoe zou ik je dan omschrijven? En dan dacht ik van, als je het over jongeren hebt en hoe ze zijn en hoe ze eruit zien, ja, dan heb je het eigenlijk over Karis. Ja? Ja, vind ik wel. Oké. Okay. Ja, gewoon hoe je bent, wat je leuk vindt, wat je interesseert, wat je belangrijk vindt. Ja, dan moet ik even van jou denken. Ik denk, mooi. Als mensen vragen van, hoe omschrijven ze een jongere, dan zal jouw foto er zomaar bij kunnen, denk ik. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Dank je wel. Ja, toch? Ja. Hey, zit natuurlijk hier in de podcast. Voor jou de eerste keer. Ja. Ja, hartstikke leuk. Maar de reden dat wij elkaar kennen is natuurlijk niet voor niets. Want jij loopt stage bij het jongerenwerk. Dat klopt. Ja, hè, dit hele schooljaar. Ja. Want jij zit op het mbo. Ja, klopt. En welke school zit je en wat voor opleiding doe je? Ik zit op het Noorderpoort College in Groningen. En ik doe social werk. Top. Nou, ja. Dat is de reden dat je natuurlijk bij ons op een gegeven moment terecht bent gekomen. Klopt. Over het hoe en waarom, daar kom ik later nog op terug in deze podcast. Dus een heel leuk, interessant verhaal. Gaan we het zeker nog hebben. En wat je allemaal doet en wat je ambities en zo zijn. Maar ik wil ook even naar de actualiteit. Ja. Want je loopt stage en als je stage loopt, dan zit je over algemeen eens op school. Dat zei je dus ook al. En daar wil ik het eigenlijk over hebben. Hè? We hebben net gezamenlijk de persconferentie ook een gedeelte van gezien. Hè? Ja. Van Mark Rutte. Daar wil ik ook nog wat over vragen. Maar hoe is dat momenteel om op het mbo op school te zitten met al dat online en alles wat anders is dan gebruikelijk? Hoe ervaar je dat? Ik heb heel veel thuisles, online les, dat soort dingen. Ja, ik heb liever eigenlijk gewoon dat ik in de klas zit les heb dan dat ik thuis zit. Ik vind dat net niet helemaal, ik vind dat niet fijn. Nee, wat prettig. Maakt het ervan dat je toch liever fysiek in de klas zit? Heb je toch wat contact onderling met klasgenoten, met de docent. Ja, vind ik toch persoonlijk wat prettiger. Ja. Ja. Vooral het menselijke contact wat je mist. Ja, ja, dat mis ik inderdaad wel een beetje. Ja. Heb je het gevoel dat je meer leert als je gewoon fysiek in de klas zit dan dat je via de laptop les krijgt? Niet per se, maar Ik vind het gewoon niet. Dan zit je de dag thuis achter je laptop. Wordt saai. Ik vind het niks. Ik heb daar eigenlijk niets mee. Neem eens mee, of neem mij eens mee, van hoe ziet dan zo'n gemiddelde lesdag uit? Je wordt wakker, je staat op, je ontbijt en op een gegeven moment sla je laptop open en dat gaat de hele dag zo door? Ja, ik precies dat. Dan druk ik hem aan, heb ik les en dan zit ik eigenlijk de hele dag in principe op mijn kamer achter mijn laptop les te volgen. Ja. Ja, dat is van 9 tot 3:30. Ja, dat is echt saai. Ja. Ja, er zijn leuke momenten om les te krijgen, inderdaad. Ja, klopt. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Hoor. Ik heb bepaalde dagen in de week, dus vooral de donderdag, dat het bomvol staat met overleggen. En dat ook allemaal online. Ja. En dan op een gegeven moment inderdaad heb je weer een overleg om 3:30. En ik denk van, godverdorie man, dan moet weer heen voor die laptop staan lullen of luisteren. Ja, precies dat. En luisteren is vooral, vind ik dan ook nog. Ja, dat is het vaak. Ja. Ja. Dat is het lastige ding. Ja, ja. Ja. Kan ik me heel goed voorstellen. Voorlopig zal het hier nog wel bij blijven, denk ik. Ik verwacht niet dat eventjes anders gaat worden. Nee, zeker niet. Zeker niet. Zie je daar wel een perspectief in of zo? Want dat hoor je veel ook jongeren zeggen. Hè? Jij bent 17 jaar, bijna 18 jaar. Ja, klopt. Hè? Het ontbreekt aan perspectief. We weten gewoon niet wanneer dit ophoudt. Klopt. Hoe kijk jij daar tegenaan? Herken jij jezelf daarin? Ik kijk er niet zo. Zo kijk ik er niet echt tegenaan van, hoe lang het nog gaat duren. Ik leef eigenlijk een beetje meer met van dag tot dag eigenlijk. Oké. Okay. Ik denk dat we het nog even moeten volhouden zo, denk ik. Ja. Ja, nee, dat zit inderdaad zit er niet anders op inderdaad. Ja. Dat klopt. Ik noem het ook al eventjes, hè. We hebben net gedeeltelijk de persconferentie gezien van Mark Rutte. Het is nu natuurlijk woensdag, 20 januari. En die middagpersconferentie, waar onder andere ook werd gesproken over de avondklok. Op het moment van opnemen van deze podcast is die avondklok nog niet helemaal zeker. Want de Tweede Kamer moet daar zich nog over buigen. Maar stel dat die daar komt, wat gaat er dan voor jou veranderen?
In je privéleven, in je gewoon, in je dagelijks leven? Ja, dan ben ik veel minder buiten. Ja. Ik denk iedereen wel. Nee, dat is de bedoeling natuurlijk ook. Spreek voor zich. Maar ja, minder vrijheid. Dat wordt niet meer chillen met vrienden, met matties. Nee. Ja, dat wordt eigenlijk alleen nog maar meer binnenzitten. Ja, en dat is natuurlijk de bedoeling en dat snappen we. Maar ja. Ik... Nou, ik vind hem ook wel pittig hoor, moet ik zeggen. Ja, zeker. Als die komt. Ja, het zijn natuurlijk toch de momenten dat je toch nog eens iemand ziet. Klopt. Ja, en nou, vanaf nu mag je ook nog maar één iemand zien. Want hoe doe je dat bijvoorbeeld met je vrienden? Ik kan me zo voorstellen dat je meer vrienden hebt dan twee. Ja, zeker. Ja, hoe doe je dat? Maak je daarin keuzes? Heb je een schema of zo? Hoe pak je dat aan? Nee, niet echt per se. Nou, ik woon nog niet zo heel lang hier in de buurt. Nee. Dus ik ben ook net verhuisd. Ja. Ja, net een jaartje. Dus ik heb nog heel veel vrienden waar ik vandaan kom. Ja, precies. En die spreek ik sowieso niet zo heel veel nu. Maar echt in Groningen, daar spreek ik sowieso niet op het moment heel veel mensen. Nee. Maar ik ga nog wel... ging ik vaak 's avonds nog wel even wat doen. Ja. Naar vrienden bijvoorbeeld, dat wel. Ja. Maar ja, dat zit er nu dus helemaal niet meer in. Nee, precies. Wat ik bijvoorbeeld wel eens tegenkom, hè, ik ga ook wel eens avonden de straat op, of ik spreek gewoon eens jongeren op andere momenten. En dat ik wel veel hoor, dat ze zeggen van, ik heb natuurlijk veel meer vrienden dan die twee. Ik heb soms hele grote vriendengroepen. En wij vinden het gewoon ontzettend lastig om keuzes te maken. Voor wie moet ik kiezen? Ja. Weet je dat? En ik ken het zelf ook. Ik heb ook een hele grote vriendengroep. Ja, zo, ja. Ja, en ik, ja, van wie ga ik dan kiezen? Ja, hoe moet ik het dan aanpakken? En de een zie je meer dan de ander. Dat is natuurlijk niet anders. Ja, klopt. Maar dat is wel, dat is wel vervelend. En wat bij jou dan natuurlijk nog speelt, je zei het al eventjes, je bent hier net komen wonen. Ja, je bent eigenlijk net voor corona ben je hier naartoe verhuisd, want je komt uit Overijssel-Ommen. Ja, klopt. Hè, daar heb je natuurlijk altijd gewoond. Kom je ineens in een nieuwe omgeving terecht. Dan wil je eigenlijk mensen leren kennen en dan word je zo daarin beperkt. Ja, klopt. Dus dat was dat vond ik ook wel erg lastig. Want door corona kon ik niet echt vriendschappen maken. Andere jongens leren kennen, et cetera. Ja, dat zit er niet echt in. Er niet echt in. Nee, precies. Ja, dat maakt het niet makkelijker op. Nee, zeker niet. Lijkt me een ontzettend ingewikkelde kwestie. Ja. Van hoe ga je nou je positie vinden met nieuwe mensen, met verenigingen, sportverenigingen of whatever, of via school? Hè? Ja, voornamelijk via school. Ja, hè, dat is natuurlijk de plek om mensen te leren kennen. Nieuwe, en als je elkaar niet eens ziet, alleen kent van dat blokje in de hoek, weet je wel? Ja. Ja, lijkt me echt raar, man. Ja, het is nu wel dat ik er wel een beetje aan ben gewend natuurlijk. Ja. Maar het is nog steeds wel erg lastig. Ja, precies. Hé, en dan... wij kennen elkaar natuurlijk, want dat we natuurlijk... ook stage, hè? Ja. Bij het jongerenwerk. Zit op het mbo, eerste jaar mbo geloof ik, hè? Tweede? Nee, eerste jaar. Dus je eerste jaar mbo, ja precies. En, je kunt haast zeggen van dat je van geluk mag spreken, dat je wel een stageplek hebt. Ja, eigenlijk wel, ja. Want je hoort ontzettend veel verhalen, vooral ook mbo-studenten, niet aan stageplekken kunnen komen. Klopt. Zie je dat ook in jouw klas, omgeving? Ik denk dat de helft van mijn klas geen stageplek heeft. Nee, de helft? De helft. En ik zit met tussen de 20 en 30 mensen in de klas. Ik weet het zelf niet eens precies hoeveel aantal. Maar ja, dat is de helft heeft geen stage. Nee. Dat is echt voor hun heel lastig. Want hun moeten natuurlijk ook stageuren halen. Dat gaat nu helemaal niet. Nee, en hoe wordt het aangepakt aan de school? Heb je daar een beetje zicht op? Mijn mentor zelf zegt zelf persoonlijk van... Goh, ga ermee bezig. Zoek voor zo snel mogelijk in principe een stage. Ja. Ook al is het weinig stageplekken. Er zijn heel weinig mogelijkheden. Er waren een soort van extra lessen. Mm-hmm. Maar dat is nu ook vanwege de lockdown is dat ook geschrapt volgens mij. Ja. Ja. Ja, zo. Het lijkt me heel lastig. Want stage is natuurlijk een verplicht element in in de opleiding. Klopt. Je moet verplicht zoveel uren moet je maken. Klopt. En als je dan... als je er niet aan komt en los daarvan is een stage natuurlijk ook gewoon de plek om te ervaren in de praktijk.
Klopt. Om te leren, maar ook om te ervaren van, goh, vind ik het leuk waarvoor ik gekozen heb qua opleiding. Ja, ja. Ja, ingewikkeld, hè? Ja. Lijkt me echt ontzettend ingewikkeld. Nou ja, jij bent dan wel een van de, nou ja, de gelukkigen, of in ieder geval, je hoort bij de helft dat wel een stageplek heeft gekregen. Klopt. Dan ben je uiteindelijk terechtgekomen nou ja, bij ons, bij het jongerenwerk Tinalo. Ja. Kun jij dat ook eens vertellen hoe je dan... hoe heb jij dat aangepakt? Hoe heb jij ervoor gezorgd dat jij wel een stageplek hebt gekregen? Dat is op zich wel grappig. Ik was op druk bezig op zoek naar een stage. Maar ik heb heel veel afgebeld naar verschillende sociale wijkteams ook. Gewoon in de hoop dat er ergens een plekje was. Precies. Uiteindelijk was het zover gekomen. En op een gegeven moment... mijn mentor wist dat ik graag met het jongerenwerk in wou. Ja. Dus op een gegeven moment had hij mij een appje gestuurd of opgebeld van... Goh, hey Kars, moet je eens luisteren. Ik heb waarschijnlijk een stageplek voor jou in het jongerenwerk gevonden. Jongerenwerk Tinalo. Mm-hmm. Als ik jou was, zou ik daar nu even gelijk snel achteraan gaan bellen. Ja. En dan gewoon zorgen dat je daar terecht kan. Dan heb jij in ieder geval een stageplek geregeld. En dan kan je aan de slag. Dus dat was op een vrijdag. En ik heb gelijk toen Evelien gebeld. En, ja. Evelien is ook een andere jonge werker, hè? Ja, dat ja, is mijn stagebegeleidster. Ja. En in principe was dat geregeld toen. Hebben we even gebeld snel. Nou, en ik kon... volgende week of die week erop kon ik gelijk aan de slag in principe. Ja, ja. Top. Ja, dat was echt een opluchting ook wel een beetje. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Had je stress voordat je een plek gevonden had? Niet per se, maar ik vond het wel... Ik was echt heel erg opgelucht wel toen ik wel een stageplekje had. Dat wel, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. En inderdaad heel goed dat je vrijdags... De tip kreeg van je mentor, mm-hmm. Van je begeleider op school. En dat je het gelijk gedaan hebt. Ja, dat absoluut. Je gelijk doorgepakt hebt. Tuurlijk, want ik had nu een kans en die kon ik niet laten lopen. Nee, precies. Dat heb ik meteen aangepakt. Is het ook een tip voor jou naar andere mensen of jongeren die dit luisteren? Van, goh, als je een kans aangeboden krijgt, dan moet je eigenlijk gelijk werk van maken. Ja, pak hem. Pak de kans. Ja. Precies. Ja, te gek. Echt aanraden. En toen, want ik kan me voorstellen, hè, dat op een gegeven moment word je gebeld, hè, dat het ook best spannend is. Dus is het je eerste stage voor je opleiding of voor een opleiding? Ja, wel mijn eerste echte stage. Ja, eerste stage. Dat het ook best misschien spannend is of om naartoe te gaan. Hoe heb jij dat voorbereid? En heb je daar misschien tips over voor andere mensen die ook een stage moeten gaan lopen? Hoe heb je dat aangepakt? Als je het echt spannend vindt, zou ik er niet te veel bij nadenken, maar gewoon doen. Ja. Dat werkt soms ook wel goed in de praktijk. Anders, ja, ik weet eigenlijk niet echt. Op iets gedaan. Geen moment heb je natuurlijk, je hebt Evelien gemaild, geloof ik. Ja? Ik had eerst gebeld. Gebeld. Oké, okay, ja. Dat vind ik ook al een hele goeie. Dus je kan gelijk de stem te pakken, je gelijk je verhaal doen. Ja. Dus vind ik dat een hele goeie. Op een gegeven moment heeft ze denk ik uitgenodigd voor een afspraak. Hè? Ja, ik werd gelijk in het diepe gegooid. Nee, je was toen, was je gelijk je eerste moment, hè? De eerste keer was gelijk daar wil toen, ik zo nog even over hebben. Gaan we nog niet gelijk op de zaken vooruit lopen. Oké, oké. Okay. Hoe heb je daarop voorbereid, zeg maar? Want ik, weet niet wat ik voor de eerste stage, ik vind het toch spannend. Je komt bij nieuwe mensen, ja. je kent niemand. Je weet van, ik ben een stagiair, ik ben vaak ook nog wel wat jonger dan de rest. Klopt. Die zit al een paar x aantal jaren in het werk, weet hoe het allemaal gaat. En ik kom daar als scholier, moet ik me daar ineens melden. Ja. Is dat herkenbaar voor jou? Ja, heel erg. Ja, ja. Hoe heb je dat... met wat voor gevoel ging je heen? Die eerste vrijdag dat we elkaar moeten hebben. En hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe heb je daar voorbereid? Goeie. Ik ging er gewoon... zoals ik net eigenlijk ook al zei... Ik heb het gewoon gedaan in principe. Ja. En eerste keer gelijk gewoon gedaan... En je kan wel gaan nadenken van, oh, joh, dit kan het zijn, dit ga ik voor me zien. Maar meestal in de praktijk is het iets compleet anders. Ja. Dus daar heb ik het ook bij gelaten van, goh, ik zie wel, ik kijk wel een beetje eerst de kat uit de boom in principe. Ja. En dan kan ik gewoon daarna gelijk aan de slag. Precies. Ja. En dat is wel grappig, je zei van, ik kijk eerst even de kat uit de boom. Ja. En toen kwam het, want dan kom ik je net Evelien en ook mij tegenkomen op je eerste moment stage. Ja.
is niet zo leuk om te vertellen. Op dat moment waren we bezig met opnames van Respect TV. Hè? Ja. Dat was in oktober, hè, was dit geloof ik. De eerste 16 oktober, maakt niet uit. Hadden allemaal gasten kwamen die dag. En op een gegeven moment was RTV Drenthe was er ook. Ja, klopt. Ja? Ja. En we hadden natuurlijk wat bekende gasten die ons te woord gingen staan. En RTV Drenthe vond het interessant genoeg om daar een mooi item aan te besteden. En we wisten ook wel dat er jongeren kwamen. Maar die waren er nog niet. Nee. Dat moment. Die kwamen pas later. Hadden ze ineens doorgegeven. Dus shit. Ja, waar zijn onze jongeren dan? Ja. Nou, misschien kun je het zelf maar vertellen, Cas. Hoe ging dat toen allemaal in zijn werk? Nou, ja, ik was er denk ik nog geen 10 minuten. En RTV Drenthe kwam binnenlopen met een cameraploeg. Ja. En nou ja, zoals Robin net al zei, de afgesproken jongeren die daarvoor zouden komen, die kwamen niet. Of die waren er niet op dat moment. Dus heb ik ingevallen voor hun, voor de camera. Met het interview en al, gelijk bam, eerste keer. Werd gelijk in het diepe gegooid. Dus je werd gelijk met je hoofd voor de camera van RTV Drenthe gezet en je mocht even je verhaal vertellen over het thema respect. Gelijk, ja. Gelijk. Wat dacht je toen? Eerlijk? Ik wou het echt niet eigenlijk. Ik wou het echt niet, maar goed. Nee. Voelde je druk? Of dacht je van, nou, ik moet me bewijzen? Of, ja, ik dacht van, nou, wat krijgen we nou? Ik moet gelijk met mijn kop op tv verschijnen. Ik moet gelijk gaan vertellen en uitleggen wat hier gebeurt, wat hier gaande is. Ja. Dus dat was ik wel gelijk knop om en gelijk van, nou, dan maar even in de praatmodus, zeg maar. Ja. Ja, dat vond ik wel. Ja, ik vond het wel achteraf gezien wel leuk, dat wel. Maar op dat moment dacht ik er wel anders over. Ja. 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 Het laat wel heel erg zien dat jij dat moment het wel gewoon doet, gedaan hebt, je heel goed verwoord hebt. En het laat aan ons ook wel zien van, hey, dit is wel iemand die gaat er gewoon tegenaan en die durft wel dingen gewoon aan. En dat is wel ook voor ons natuurlijk wel heel, was wel heel belangrijk. Al had ik het ook begrepen als je het niet had gedaan uiteindelijk. Oh, dus het kon wel. Tuurlijk, maar okay. Dat laten we niet merken. Hè? Een stukje overtuigingskracht, hè? Je moet natuurlijk wat je graag wil, dat breng je in het laatste antwoord, hè? Absoluut. In de laatste optie, zeg maar. Hey, nou, dat was natuurlijk Respect TV. Je hebt natuurlijk veel en veel en veel meer gedaan. En daar wil ik het eigenlijk zo nog even over hebben. Mm-hmm. Want ik introduceerde je ook al eventjes met van, goh, ja, hoe zou je Karst eigenlijk omschrijven? En zeg, nou, als je een jongen omschrijft, een jongen is, mm-hmm, van een jaar of 17, nou, dan kom je ongeveer bij jou uit. En toen vroeg ik aan jou, goh, Karst, heb jij hobby's? En wat zei je? Nee, ik heb helemaal geen hobby's. Ik zou het eigenlijk niet weten. Toen vroeg ik daarna nog van, goh, heb je dan een passie? En wat zei jij toen? Geld is mijn passie. Nou, ja. Toen moest ik denken, ja, oké, nu ben je echt inderdaad een jongen van 17. Als je zegt wat een passie, dan is dat geld. Hey, in deze podcast, hashtag Stem van de Jeugd, heb ik een rubriekje dat ik over een bepaald onderwerp in gesprek ga, wat keuzemogelijkheden geeft. Mm-hmm. In dit geval wil ik het over je passie doen, geld. Ja. Dus ik heb even snel wat vraagjes voorbereid. En dan moet je eigenlijk gewoon op antwoorden. En ik ga eens even vragen waarom. Prima. Ja. Want geld, hè. En dat is een heel mooi rijmzinnetje bijna wel. Geld. Wat zou jij doen met een miljoen? Stel je wint de loterij. Ja. Postcode loterij komt lang. Winsten. Goedemiddag. Karstje, je wint 1 miljoen netto. Ja. Wat zou je daarmee doen? De helft slim investeren. Waarin? En dat weet ik niet. Hangt dat van dat moment af. Ja, precies. Waar zit geld in? Het is echt op dat moment. Ja, okay. Money maker. Ja. Juist. Real life monopoly. Precies. En de andere helft zou ik denk ik gewoon. Als je me nu zou geven die miljoen, zou ik voor mijn rijbewijs gaan. Zou ik een mooie bak kopen. En ja, ik denk toch wel gewoon dat eerst. En daarna gewoon slim denken van, wat heb ik wat nodig? Ja, wat ga ik ermee doen? Ja. Jezelf ook een beetje verwenden, even spenden. Hè? Ja, ja maar ook kleine dingetjes. Gewoon op wat moet, een auto, rijbewijs. Ja, en, precies. De helft investeren. Ja, dus heel goed. Ja. Heel goed. Hey, wat voor auto zou je kopen dan? BMW, Mercedes of Audi? Ik denk Audi op 1, Mercedes op 2 en BMW op 3. Ja. Want je hebt een voorliefde voor Duitse auto's, begreep ik. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En tegenwoordig is ook sociale media een platform om goed geld mee te verdienen. Ja.
Zou je het liefst rijk worden met YouTube of met TikTok? YouTube sowieso. Ik haat TikTok. Oké. Okay, ja, ik daar. Vind TikTok heb ik helemaal niks mee. Nee. Nee. En wat zou je op YouTube dan doen? Wat voor platform was jij? Ben je een vlogger? Ben je een soort stuk tv? Of ben je, weet ik veel? Ja, dat is wel goed eigenlijk. Heb ik nog nooit echt over nagedacht. Maar ik denk dat ik gewoon sowieso leuke filmpjes zou maken. En ja, ik weet niet precies wat voor ik zou doen. Ik denk wel leuke doe-filmpjes. Doe-filmpjes? Ja, okay. Dat wel, ja. En dan kiezen YouTube of Instagram. Waar zou je dan het liefste geld mee verdienen? Ik denk YouTube nog steeds. Nog steeds YouTube? Ja. Oké, okay. Helemaal goed. Nou ja, geld is natuurlijk ook... geld maakt niet altijd gelukkig, maar het is wel handig dat je het hebt. Ja, absoluut. Toch? Absoluut. Daar hoeven we niet moeilijk... hoeven we helemaal niet moeilijk over te doen. Nee. Hey, maar je hebt nog veel meer gedaan hier. Klopt. Onder andere, je bent heel druk bezig met de inloop voor jongeren. Een chocomelactie. Wat was het nou? Voorlichting op school. Klopt, hebben we samen gedaan. Ja, ja, precies. Ik was er toch even bij langs. Mm-hmm. Inloop, Zuid-Laren, vertel. Wat is jouw rol geweest en hoe heb jij, zeg maar... hoe ben je dat leerproces aangegaan? Wat heb je eraan gehad en wat voor rol nam je daarin? En wat werd er van je verwacht? Misschien nog wat beter eigenlijk. Ja, mijn rol was in principe om... boven de bibliotheek in Zuid-Laren een jongereninloop neer te zetten. Ja. Dus toen ik daar ging kijken, stond er helemaal niks. Niks in principe. En nu zijn we... Ja, we hebben nu al iets leuks neergezet. Als aankleding hebben we houten platen. Underlayment hebben we bij de Hubo achtergehaald. Ja. En daar hebben we met kinderen van groep 8 van alle basisscholen in Zuid-Laren... hebben we uitgenodigd om met een kunstenares die underlayment platen te verven. Ja, en die cool. Hangen nu tegen de muur aan als aankleding... Ja, nice. Ik heb ze gezien inderdaad. Heel tof. Ja. Hey, maar dan doe je natuurlijk een opleiding op het mbo. Ze doet een sociale studie. Hè? Wat is het namelijk weer? Social werk. Social werk inderdaad. Ja. Daar wordt nog wat van jou verwacht op het sociaal gebied. Het helpen, begeleiden van groepen. Klopt. Wat was jouw rol? Ten opzichte van die leerlingen uit groep 8. Want dat is toch een beetje wat er van jou verwacht wordt. Hè? Als je sociale studie doet en je loopt stage bij... jongerenwerk, dat je dat doet. Klopt. Wat was jouw rol? Hoe heb je dat aangepakt en hoe vond je het? Mijn rol was een soort van toezichthouder. Erop toezien dat alles lukt, dat alles er is. Dat als er vragen zijn, kun je zo naar mij toekomen. Ja. In ieder geval zorgen dat die kids, zeg maar, in principe aan de slag konden. Precies. Bezig gaan. Dat was in principe mijn taak ervan. Ja. Ging het je goed af? Ja, ging goed af. Ja. Ik heb soms nog wel eens... het zijn kinderen uit groep 8, hè. Dus ze zijn nog een beetje jong, een beetje... Vliegen alle kanten op. Ook, en zijn nog een beetje druk inderdaad. Dus ja. Voor de rest ging het hartstikke goed. Top. Ja. Zelfs op mijn moment geweest voor mij dat je er redelijk ook alleen voor stond, hè. Dat heb je helemaal alleen de verantwoordelijkheid. Ja, klopt. Dat is ook wel een keer voorgevallen, ja. Ja. Wat leer je daar extra van? Als je zeg maar wat dan op het moment... echt voelt van ik ben nu de meest verantwoordelijke die hier rondloopt? Het gaf voor mij niet eens... eigenlijk wel. Ik weet niet hoe dat nu heet. Dat kan ik nu even niet uitleggen. Ik weet niet. Maar het gaf mij wel een soort van verantwoordelijkheid. Ja. Van goh, je staat er alleen voor. Je moet wel... Gewoon verantwoordelijkheidsgevoel voel je wel. Ja, precies dat eigenlijk. Ja. Ja. Maar ik wist sowieso wel dat het goed zou komen en dat het me zou lukken. Nou, mooi. Ja. Nou, voor mij is het ook heel goed gedaan. En we hebben anderen hebben ook een chocomelactie gehad. En klopt. Dat klinkt natuurlijk heel leuk en is ook heel leuk. Hè? We deden chocolademelk uit aan jongeren die voorbij fietsen. Maar er zit ook een bepaald leerelement in. Zeker ook voor mensen die stage lopen. Is dat je uit het niets, in dit geval jongeren, moet kunnen aanspreken. Ja, klopt. Hoe was dat? Want je moet uit het niets, jongen die je niet kent, totaal ineens zie voorbij zien komen, moet je een gesprek mee aanknopen. Hoe heb je dat gedaan en hoe vond je dat? Gewoon op afstappen eigenlijk. Ja. En de ene keer ging het beter af als de andere keer.
De ene jongere die is daar wel in geïnteresseerd. De ander die denkt, ah, boeien, ik wil lekker naar huis. Ja. Ik hoef dat niet of zo. Dus het hangt een beetje van de jongere af wat voor reactie je krijgt. Precies. Ja. Hoe pak je dat aan dan? Stel je voor, je kon voorbij fietsen en hoe had je met hen aangesproken? Warme chocomelk. Wil je een lekker glaasje warme chocomelk? Oké, dus je zegt eigenlijk een soort van humor of zo gooi erin? Of, ja, ook. Gewoon leuk brengen. Ja. Ja. Aandacht trekken en vragen, zeg maar. Ja, precies. Ik bied jouw chocomelk aan. Ja, precies. Ja, dat is altijd chill. Ja, dat was toch? De bedoeling. Ja. Ja. Maar ik kan me voorstellen, ik ken ook heel veel mensen die vinden het toch heel lastig om uit het niets iemand aan te spreken. Ja. Terwijl er wordt wel een beetje van je verwacht. Klopt. Dat je klopt. Dat op een gegeven moment leert, of in ieder geval probeert. Mm-hmm. Ja. Terecht? Ja, sowieso. Ja. Ja. Ja, denk ik ook inderdaad. Ik denk dat het heel goed is. Het is best wel spannend af en toe als je mensen moet aanspreken die je niet kent. Jazeker. En hoe doe je dat vooral? Hoe ben je interessant genoeg? Hoe hou je ze vast? Ja, dat is natuurlijk best wel eens lastig. En vooral over vasthouden en de aandacht blijven krijgen. Je hebt ook voor de groepen 7 en 8 gestaan bij OBS Terborg. Dat is een basisschool. En daar hebben wij, toevallig samen, hebben wij daar voorlichting gegeven over pesten en ook over sociale media, het gebruik daarvan. Klopt. Dan sta je ineens voor een klas met 30 of met 25 tot 30 leerlingen. Ja. Nou, vertel me even, Kars, jongen. Hoe was dat? En hoe ging dat, joh? Ja, dan sta je in één keer voor zo'n klas met allemaal van die koters die al vragen gaan stellen van, oh, wat is dit? Wat gaan we doen? Dit, ja. Dat is dus zo. Ja, was wel leuk. Ja, op het begin was het sowieso even wennen natuurlijk. Want je weet niet wat je, zoals ik net ook al zei, wat je kan verwachten, et cetera. Nee. Maar uiteindelijk in de praktijk is het gewoon goed gelukt. Ja. Ja. Sta je dus voor die klas, maar je ziet gewoon echt verschil in die klassen. Absoluut. Hè? Je hebt, we zijn ze echt wel tegengekomen, hele drukke klassen gezien. Ja. Maar hè, die waar je continu soms in het begin heel erg tot rust moet manen. Klopt. Maar je hebt het ook andersom, dat je even wat losser moet maken. Klopt. Wat vind jij persoonlijk prettiger? Ja, dat is wel een goeie. Ik denk een klas die een beetje 50-50 heeft. Dat je een paar mensen die wel een beetje van die aandachtzoekers zijn, die druktemakers. Ja. Ja. Maar zodat je wel een paar hebt die altijd mee willen doen, zeg maar. Maar de helft ook die gewoon lekker laid back zijn, een beetje rustig zijn, een beetje chill. Precies. Dat je niet een super drukke klas hebt, maar ook een beetje gemixt, ja. Ja, dus ja. Beide heeft wel wat. Het mooiste zijn gewoon de mix natuurlijk. Ja, dat het gelijk is inderdaad. Ja, ja. Ja. Dat is helemaal echt onwijs super druk, ja. Maar ja, goed, we hebben ook wel gehad, hè. Die klas in het begin is nu wel heel druk. Klopt. Op een gegeven moment, joh, deden die ontzettend goed mee. Er kwamen ontzettend mooie dingen uit. Dus dat is ook wel weer leuk, hè. Dat soort dingen dan... Absoluut. Dan gebeuren. En dat verschil ook. Ja. Ja, is ook leuk. Ja, absoluut. We zouden heel graag ook weer die lessen geven. Maar goed, ja, lockdown, hè? Ja. Gaat heel lastig wat dat betreft. Ja. Dan heb je nog, we zitten nu in Nee, dat is niet waar. We zitten natuurlijk nu in januari. Hè? Ja. En je stage loopt ongeveer tot mei, juni, geloof ik. Ja, zeg ik dat goed? Ja, ja. Ja. Is er nog iets wat je denkt van, nou, dat wil ik toch nog wel graag doen, deze stageperiode? Of dat wil ik nog wel voor mezelf leren of uithalen? Dat vind ik wel een goede vraag eigenlijk. Dankjewel, daarvoor zit ik. Hier. Ja, misschien nog echt een super vette activiteit. Ja. Zoiets. Ja, nou ja, heel graag. Als het kan. Ja, precies. Ja, dat zou echt heel graag. Ja, dat is inderdaad heel top. Even kijken naar de mogelijkheden. Ja. Precies. Dat je het samen oppakt met andere jongeren. Ja, ja. Ja, ja, dat lijkt me denk ik nog wel echt vet. Ja. Maar we weten niet hoe het gaat lopen. Hè? Dat is natuurlijk het hele vervelende van dit hele stuk. Dat we niet weten hoe het eruit gaat zien. En wanneer. En we maken wel plannen. Maar het kan zomaar zijn dat het dan helemaal niet meer... Dat het niet reëel is op dat moment. Dat we nog steeds in de maatregelen zitten. Of dat het misschien juist wel weer veel eerder kan. Dat kan natuurlijk ook. Dat hoop ik.
Hey, als mensen nou eens naar dit luisteren denken van... Goh, ik heb... Oh, nog één dingetje. Ja, hey, vertel. Eén klein ding. We hoeven heel kort eventjes. We hebben dus ook wel gemerkt dat jongeren het ook heel lastig vinden... om soms met huiswerk thuis te maken. Klopt. Een stukje begeleiding. Dan hebben wij sinds per volgende week... dinsdag, woensdag en donderdag... online huiswerkmomenten via het jongerenwerk. Hoe klinkt dat? Super vet, toch? Lijkt mij ook, toch? Ja, dat lijkt me echt... super handig voor degene die het nodig hebben. Absoluut. Dus het is echt een momentje zeg maar, om te kunnen helpen bij je huiswerk. Of bepaalde tips en tricks te geven. Van hoe pak je nou bepaald iets aan? Of hoe ga je nou goed? Hoe kun je nou concentreren thuis met al die broers en zusjes om je heen? En er is werkende ouders, et cetera. Dus dat wil ik nog even gezegd hebben. Heel goed. Nou, Kast, zitten we bijna tegen het einde aan. Heb je nog iets wat je graag wil zeggen? Wat wil delen tegen iedereen die dit luistert? Dit is sneller gegaan dan ik gedacht had. Ja, tijd gaat best snel, toch? Ja, heel snel. Ja. Ja. Ik weet niet eigenlijk. Kom je allemaal aan. Als je te gekke stage loopt, wil zoeken, dan kan dat bij het jongerenwerk of bij de radio. Ja, dat kan het misschien ook nog wel. Gewoon doen. Gewoon doen, toch? Gewoon doen, juist. Yes. Karsten, dankjewel. Top, geen probleem. Was leuk. Mooi, heel fijn. Was gezellig. Dit was alweer de derde aflevering van Hashtag de Stem van de Jeugd van seizoen 2. Ik zat hier met Karst. Mijn naam is Robin en ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar ons. En ik zie je en hoor je graag bij de volgende uitzending. Ciao, dankjewel. Hoi, hoi.